Welkom in deze voorbeschouwing op de inmiddels al vijfde superprestige cross van het seizoen, namelijk die in Boom. En Celine Del Carmen Alvarado en Elie Izerbiet gaan er hun leidersplaats in dat regelmatigheidscriterium proberen te verdedigen. En het parcours op de Schorre is vrij heuvelachtig, althans het eerste deel daarbij wordt er 7 maal heuvel op gereden. In de arena waar normaal gezien de main stage van Tomorrowland zich bevindt. Maar na de tweede materiaalpost gaat het vlak richting de finish. En dan is het enigste obstakel nog de balken die er traditioneel liggen. En ook nog de zandbak waarna het onmiddellijk naar de finish gaat. Vorig jaar vond de cross iets eerder op het seizoen plaats. Daags voor de Wereldbeker in Bern. Bij de vrouwen was dat niet echt te merken, daar stonden alle toppers aan de start. En het was Yara Kastlijn die een eerste beslissende gaatje sloeg. Zij wisselde niet terwijl haar concurrenten wel wisselden. Maar zij kwam ten val en zij werd ingelopen en dan zette haar Italiaanse ploegmate Alice Maria Arciuffi de concurrentie stevig onder druk. Zij reed weg en won met 9 seconden voorsprong voor haar landgenote Eva Lechner, die in het begin van de cross gevallen was. En Lechner versloeg Kant en Worst in een sprint. En wie kunnen we dit jaar verwachten? Natuurlijk de Nederlandse dames die nog nooit in Boom gewonnen hebben. Lucinda Brandt won de afgelopen 3 crossen met Merksplas, met Kortrijk en Tabor. En is dus de beste vrouw in doen. Maar verder hebben we ook nog Celine Alvarado, die heel sterk rijdt, consequent, maar de laatste weken iets minder. Net zoals Annemarie Worst, ze doen wel nog altijd mee, maar niet echt meer voor de grote prijzen, voor de overwinning. En goed nieuws voor Denise Betsema, door haar 3e plaats in Tabor heeft ze een veel betere startpositie kunnen afdwingen, dus de concurrentie zal iets minder oneerlijk worden. Bij de heren was het vorig jaar nog zonder Mathieu van der Poel en ook zonder de man van het seizoensbegin, namelijk Elie Izerbiet. En ook de winnaar van Tabor vorige week, Michael van Toornhout, was er niet bij. Hun ploegmaat Laurens Week was er wel bij en na 20 minuten begon hij een groepje uit te dunnen. Maar na een 10-tal minuten, dus rond half koers, was hij zelf de pineut van dat uitdunwerk toen Toon Aerts versnelde. Toon Aerts ging op eigenlijk heel vlotte wijze richting de overwinning in Boom. Voor zijn toenmalige ploegmaat nog Quinten Hermans en Tom Pidcock kwam binnen als 3e. Maar dus zoals gezegd, zonder Michael van Toornhout en Elie Izerbiet misschien wel de 2 grote favorieten van vandaag. Samen met misschien ook nog Wout van Aert zullen zij waarschijnlijk strijden om het podium. Maar verder hebben we daar ook nog Toon Aerts die vorig jaar won. Laurens Week die vorig jaar dus de eerste schifting doorvoerde. En ook Lars van der Haar die in Merksplas eigenlijk een vrij offensieve koers reed. Terwijl hij normaal onmiddellijk na de start in het defensief geduwd wordt. Ziezo, dit was de voorbeschouwing dan. De vrouwencross vertrekt om 13:40 en de herencross om 15:00. Ik hoop dat u genoten hebt van deze video en hopelijk tot later. Dag!